Patrick Lodewijks traint de keepers van het Nederlands elftal. Zelf keepte hij voor PSV, FC Groningen en Feyenoord. Naast alle succes is zijn leven ook getekend door de dood van zijn vrouw. Zij kwam 8 jaar geleden om het leven door een ongeluk. Ja Patrick, je bent nu weer volop aan het werk in het voetbal, maar daarvoor heb je vooral veel in de tuin gewerkt, heb ik begrepen. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, hoe kwam dat zo? In augustus 21 ja, werden wij, Frank de Boer werd ontslagen, Louis van Gaal kwam terug bij Oranje en nam zijn eigen staf mee, dus dat was geen plek voor mij. Kwam het goed uit eigenlijk voor jou? Nou, als ik achteraf kijk, wel ja. Ja. Want? Nou, ik merkte eigenlijk dat door de, zeg maar, vanaf het moment dat mijn vrouw in 2015 overleed, ben ik eigenlijk alleen maar doorgegaan. Ja, Feyenoord, toen 1,5 jaar Everton, toen het Nederlands elftal. En nu had ik even niks. Dus ik, achteraf gezien is dat echt een periode geweest waarin ik me, zeg maar, een klein resetknopje heb gevonden, zeg maar. Therapeutisch. Ja, dus er was nog iets te verwerken, kun je het ja, zo zeggen? Ja, ja? Ja, ja, het is natuurlijk heel, zeg maar, die jaren zijn best hectisch geweest. En dan is het wel dat ik merk dat ik hier gewoon, ik was gewoon aan het schoffelen. En ja, dan ga je gedachten gaan heen en weer. Dus, en wat deed het met je? Wat leverde het op? Het gevoel dat je batterij weer aan het opladen was. Ben je anders tegen voetbal aangekeken, gaan kijken nadat Yvonne is overleden? Ja. Op welke manier? Ik ben daar wat, relatiever in gaan staan. En wat betekent dat? Dat ik bij een overwinning niet meer super euforisch ben. En als we verliezen, ben ik ook niet depressief. Dan weet ik wel dat er ergere dingen in de wereld zijn dan een wedstrijdje verliezen. Dus, Je vertelde in het begin van het gesprek, qua verwerking was er toch nog wel iets te doen. Hè? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Denk je nog elke dag, elke uur aan wat er gebeurd is? Of kun je nu gewoon lekker leven toch? Het heeft je als mens, je loopt natuurlijk een flinke deuk op. Hè? Dat is zeg maar op een bepaalde manier niet te herstellen, omdat het heel vaak ook gewoon terugkomt. Bijvoorbeeld mijn oudste dochter gaat trouwen en tussen mijn kinderen en Estelle gaat het hartstikke goed. Op het moment dat je... Estelle is je vrouw? Ja, dat is mijn huidige vrouw. Ja. Want wat dat betreft, je leeft wel vooruit. Ja. Je bent ook niet blijven hangen daarin. Nee. Dus er zijn altijd weer nieuwe mogelijkheden in het leven, ondanks die deuk. Ja, kijk, ik heb door het ongeluk heb ik Tim Overdiek leren kennen. Die heeft een boek geschreven over... Correspondent in Engeland, hè, voor de NOS. Ja, over zijn verlies van zijn vrouw. En die had als voorwoord, zei hij van, het wordt beter. Echt waar. Nooit meer hetzelfde, voor altijd anders. Maar de herinneringen die nu nog zo'n pijn doen, die zorgen straks voor een lach op je gezicht. Maar dat is echt zo. Ja. Het is ook echt zo. En alleen, dat doe je niet zomaar, want dat gaat met vallen en opstaan. Maar het is wel zo. Ik vond het wel, op het moment dat ik Estelle leerde kennen, vond ik het wel lastig. Want iemand heeft me ooit gevraagd, wat is het dapperste wat je ooit in je leven gedaan hebt? En dan heb ik gezegd dat ik me weer opengesteld heb voor een nieuwe liefde, want dat maakt je ook weer kwetsbaar. En op het moment dat ik Yvonne verloor, dacht ik van nou, dat wil ik eigenlijk nooit meer meemaken in mijn leven. Maar ik ben nu hartstikke gelukkig met Estelle, alleen ik loop hetzelfde risico. Daar ben ik me wel bewust van en dat is een onderdeel van die deuk, zeg maar. Daar gaat iets nooit meer weg. Je hebt kleinkinderen ook, hè? Ja, 4. Ja. Kijk, en dat is het mooie, ze hebben hun moeder daarin gemist, hè, en dan missen ze nog steeds. Want mijn oudste en middelste dochter hebben allebei 2 kinderen. Maar Estelle is gewoon volwaardig oma. En daarin kun je zien dat mijn kinderen ook
zeg maar, vooruit gegaan zijn. Die zien ook dat ik gelukkig ben met Estelle en dat Estelle nu bij mij hoort en een dusdanige rol speelt nu in, zeg maar, in ons samengestelde gezin, dat ze ook gewoon echt oma is. En dan denk je natuurlijk in je achterhoofd ook wel eens, wat zou Yvonne voor een oma geweest zijn? Ja, alleen dat gaan we nooit weten. Nee, ik denk, ik heb er wel een voorstelling van, want daar ken je natuurlijk goed genoeg voor, ja. Maar dat is wel lastig soms, ja. Eerst maar weer voetbal nu. Ja, wat is het ook weer? De belangrijkste bijzaak van de wereld. Ja, precies. Ja. Nou, stort je er weer helemaal op. Gaan we doen. Dank je wel. Graag gedaan.